die geest is in die 100 jaar wel veranderd, maar altijd ook gebleven. Positief naar leerlingen kijken. De Alfonsusschool in Mariaprochi is dit jaar 100 jaar. Al een eeuw lang ging de jeugd in en rond Mariaprochi hier naar school. Hoog tijd voor een reunie dus. Maar hoe ziet de feestweek er voor de huidige leerlingen uit? Ja, in principe is het een feestweek die heel bijzonder is. We zijn, maandag zijn wij gestart met een viering in de kerk. Daarna hebben we een fantastische high tea gehad tussen de middag, waarbij er lekker is gegeten in de groepen. Gistermiddag op dinsdag hebben we het circus op school gehad. Kinderen hebben kunnen kijken naar een voorstelling in de sporthal. En vervolgens hebben zij ook vooraf aan kunnen geven welke acts zij zelf zouden willen doen als zij in het circus zouden willen optreden. En met die acts zijn ze gistermiddag aan het oefenen gegaan onder begeleiding van de echte artiesten uit het circus. Nou, dat was een fantastische belevenis. En vandaag hebben ze met de attributen die ze hebben gekregen, gaan ze oefenen. En het is de bedoeling dat morgenmiddag, er een grote voorstelling zal worden gegeven in de Haanbrink, de sporthal hier achter onze school. En daarbij zijn alle ouders ook van harte welkom om te komen kijken. Dan wordt het een spectaculaire show. Na die voorstelling is er voor de ouders ook gelegenheid om de school nog te bekijken. Want in elke groep is er een tentoonstelling gemaakt. En op vrijdag is er een vossenjacht. En daar gaan kinderen op zoek naar leerkrachten die zich heel mooi hebben uitgedost. En vervolgens is er een afsluiting met pannenkoeken aan het eind van de dag. 100 jaar Alfonsus, een feestje, waarom? Nou, als je 100 jaar bestaat, dan hoor je feest te vieren. School viert feest en in overleg met Tom Alink, de directeur van de Alfonsus, die heeft richting ons aangegeven, nou, het zou ook leuk zijn om een reunie te organiseren. Nou, we hebben 9 mensen bereid gevonden om de schouders eronder te zetten. En in 3 maanden tijd hebben we een reunie georganiseerd. En we hebben Niels Horstman gevraagd om een film te maken waarin de geschiedenis in blokken van 10 verdeeld is. En in die blokken van 10 hebben we oud leerlingen gevraagd, een oud hoofd van de school hebben we gevraagd, G. Korteman. En die gaan in die periodes van 10 jaar vertellen wat hun belevenissen zijn. Het mooiste vind ik wel dat er... Nadat wij eerst dachten dat er een mevrouw van 99, mevrouw Kreuel-Sant, de oudste was, dat mevrouw Oudebruil-Bekke 100 jaar was en ja, dat record eigenlijk nog verbrak, hadden we niet op gerekend. En die mevrouw die is ook in de film en die komt ook de reunie openen. Ben je zelf ook hier in school geweest? Wat denk je zelf? Ik denk van wel. Uiteraard. En als ik hier even achterom kijk en ik kijk naar de Sint-Alfonsusschool, dan begint mijn hart altijd harder te kloppen. Want het is echt het centrum van de leefgemeenschap Huibrinkhoek Mariaprochi. En ik ben hier als leerling, mocht ik hier naartoe gaan. Ik ben hier als onderwijzer aan verbonden geweest begin jaren 80. En ik heb 3 van mijn kinderen hier ook naar school zien gaan. Plus het feit dat mijn vrouw hier ruim 20 jaar gewerkt heeft. Dus als je mij vraagt, ja, doet de Alfonsus iets met je? Jazeker wel. En nu de reunie, krijgen jullie veel positieve reacties? Wij gaan de mensen die voor 1940 hier op school hebben gezeten, gaan we persoonlijk uitnodigen. Hebben we gedaan, kregen we prima reacties op. Die oudere groep die zal het eerste uur zondagmiddag in het zonnetje worden gezet en bijzondere aandacht krijgen. En vervolgens, ja, er zijn heel veel leerlingen en oud-leerlingen die ik spreek en die aangeven dat ze zich bijzonder verheugen op die reunie. Hoeveel mensen komen er? Wij verwachten richting 900 mensen. Wat verwacht je van de reunie? Nou, ik verwacht van de reunie, die overigens ook gedragen wordt door vrijwilligers, al dan niet oud-leerlingen. En ik verwacht daar emoties, maar ook een hoop gezelligheid.